Dit is toch vet? Dit is mijn visitekaartje voor de filmwereld. Hier ga ik heel Nederland mee verrassen. De hele wereld. Maar zo makkelijk is het niet, hè? Weet je wat mensen de laatste tijd willen zien? Keiharde pech. Veel video's. In plaats van toffe stunts, gewoon ongelukken. Ja. Als dat mijn kaartje naar succes is, so be it. Ik leg het alleen maar vast. Ik zorg niet dat die gasten vallen. Alles voor die miljoen hits. Ik wil het gewoon niet meer. Hij ziet me niet eens meer staan. Ik moet toch meer views kunnen krijgen? Ik ben niet zo. Dat kan niet. Crisis. Domme crisis. Hé, hey, had je die? Ja. Kan die nog van een andere hoek? Ja, ik weet niet of die nog een keer lukt, man. Probeer hem zo eens. Hey, check deze. Oh. Hey, dit is echt een dikke video. Je wordt steeds beter, hè? Oh, check deze, man. Dat ben ik. Pijnlijk. Oh. Hebben jullie ook die video gezien van die chick die gaat dansen in één keer in de flikflik? Ja, man. Ja, die is heel vet. Moet je wat mee doen, man? Even van die dikke video's maken. Hé, hey, weet je wat goed is? Mijn broer doet motocross. Zou je daar geen video van kunnen maken? Zal ik hem vragen? Ja, man. Thanks. Gaan we er nog twee doen? Yes. Geen laptop tijdens het eten. Hoe vaak moet ik nou nog zeggen? Ik kan hem niet dicht doen. Jawel hoor, je kan hem gewoon dichtklappen. Vinden ze helemaal niet erg, de computers. Leuk. Als ik hem dichtklap, kan ik straks weer overnieuw beginnen. Ik ben bezig met die skatevideo aan het uploaden. Wil je hem zien? Lekker muziekje. Ja, muziek is de helft van de film. Auw! Auw! Dat... Moet dat er echt allemaal in? Ja, tuurlijk. Maar het doet toch hartstikke pijn? Ja, en? Ja, en? Doe je wat er juist zien dat het lukt en niet dat het mislukt? Als je alleen ziet dat het lukt, dan zie je toch ook niet hoe moeilijk het is om die tricks te doen? Nou, dat zal dan wel. Maar man, weet je hoeveel miljoenen mensen naar dit soort video's kijken? En de makers van die video's, die kunnen straks aan de bak in Hollywood. Dus jij denkt dat als je zo doorgaat met dit soort filmpjes, dat je dan ook doorbreekt in Hollywood? Ja, ik kan het toch proberen. En dan naar school. Flo. Hey. Hey man. Had je het al aan je broer gevraagd? Wat? Van dat crossen. Oh, vergeten. Vanmiddag trainen ze bij de crossbaan. Anders ga je even langs. En vallen ze daar ook wel eens, of niet? Ja, hoezo? Gewoon veiligheid, toch? Sorry, Wouter? Ik ben een vriend van je broertje, Floris. Vriend van mijn broertje? Ja, ik had een vraagje. Zou ik jou misschien kunnen filmen? Vette edit maken. Normaal doe ik skatevideo's, maar... Dit ziet er iets vetter uit, hè? Ja, ja, dit ziet er wel wat vetter uit, ja. Nou, volgens mij heb je geluk. Tenminste, het zonnetje schijnt, weer zit mee. Ik heb er zin in. Oké, goed. Maar blijf wel een beetje aan de kant, oké? We willen geen ongelukken. Nee, nee, geen ongelukken. Oh, zou ik misschien een cameraatje aan je motor vast kunnen maken? Want volgens mij ziet dat er wel vet uit. Tuurlijk. Alles voor de film.
Wout! Wout! Help iemand! Rustig, rustig! Help! Blijf rustig, hou hem stil! Na 17:30, hè? Is dat duidelijk? Kom op nou, joh. Hey, jij moet oppassen. Zo, ruzie met Donker Sloot. Voor de zoveelste keer. Trouwens, je video gezien op fails.tv. Vette crash, man. Gast, had ik hem helemaal niet opgezet, man. Oh. Nou, daar staat hij wel op. Is vet populair, kijk. Leeft die kerel eigenlijk nog? Wat? Of die kerel nog leeft? Ja, tuurlijk, man. Hij was gewoon even dizzy, maar daarna stond hij weer op, hoor. Wat had die kerel eigenlijk? Wat maakt het uit? Hij kiest toch zelf voor om het te gaan doen, weet je? Anders had hij maar op dammen gemoeten of zo. Of op schaken. Op korfbal. Of op hockey. Waterpolo. Hey, Nathan. Vette video, man. Oh, thanks. Flo, gast, waar ben jij? Ik probeer de hele ochtend al te bellen. Je hebt je verslapen. Ik ben in het ziekenhuis, man. Wat? Ja. Na die crash is mijn broer helemaal raar geworden en... S'avonds is hij in elkaar gezakt. Een cyst noemen ze dat of zo. Een second instance iets. Super maf. Hoe is het nu met hem, man? Ze denken dat hij een hersenbeschadiging heeft. Ze weten niet. Het kan zijn dat hij alles opnieuw moet leren. Ik moet gaan. Sterkte, man. Sterkte. Ik ben blij dat je er bent. De broer van Floris ligt in het ziekenhuis. Ik had net zijn moeder aan de lijn. En? Ja, het gaat niet zo best. Ze weten niet precies wat er aan de hand is, maar hij was aan het crossen en toen is hij heel erg hard terechtgekomen. Hè? Het was een training, moet je nagaan. 'S middags gaat hij gewoon niks aan de hand naar de crossbaan. En 's avonds krijg je een telefoontje dat je naar het ziekenhuis moet omdat je zoon is ingestort. Gelukkig was het er niet bij. Je moet je toch niet voorstellen. Als je gewoon je zoon voor je ogen bijna ziet verongelukken, dat beeld krijg je nooit meer van je netvlies. Motorcrossers. Niet geheel ongevaarlijk, hè? Daar gaat het niet om. Nee, nee. Nee, het gaat mij om het verdriet van die familie. Thank you.
je wat je hier doet? Gewoon, ik kwam kijken hoe het met hem ging. Hoe het met hem gaat? Jij hebt die video van zijn ongeluk toch geüpload? Toch? Ja, luister, maar ik wist toch niet... Je wist het niet? Je ziet toch dat iemand crasht en bijna doodgaat? Hoe hou je het in je hoofd om dat te uploaden? Ik heb hem toch al lang verwijderd? Verwijderd? Het staat overal. Vimeo, Facebook, Dumpert, iedereen lacht hoe mijn broer crasht en hun hersenbeschadiging ontstaat. Hebben die anderen dat toch verspreid? Snap daar kan jij ik... niet hoe pijnlijk dit is? Voor mij, voor mijn familie. Ja, dat snap ik, Flo, maar ik wist toch ook niet dat de video de hele wereld rond zou gaan? Koste wat het kost beroemd worden, hè? Een miljoen hits? Rot toch op, man. Rot op! Ik wil je nooit meer zien. Ik heb iets stoms gedaan. En dit is mijn shame shave. Ik doneer ook 200 euro aan Hersenstichting Nederland. Hoi. Hey. Het spijt me echt ontzettend, man. Ik heb echt alles gedaan om die video te verwijderen, maar het is een beetje zijn eigen leven gaan leiden. Dus ik dacht, ik maak een video die nog populairder wordt en die andere overtreft. Ik weet niet of je hem gezien hebt. Ja, die heb ik gezien. Hoe gaat het met hem? Beter dan verwacht. Hij leert snel en zijn geheugen komt beetje bij beetje weer terug. Maar het gaat nog wel lang duren. Ik ben blij dat je er bent. Shame shaving loopt als een dolle. En zelfs in het buitenland. En iedereen doneert geld aan het goede doel. Die bioscoopfilm die komt later wel. Ik ga niet meer over lijken. Kijk wel uit wat ik online gooi. Hey, Kale. Nee, jij ziet er lekker uit. Hey, schiet je op. Iedereen wacht. Ja, ik moet gaan.